Breda Nu. Je weet het meteen. In winkelcentrum De Burgt lanceerden de ANWB en Zorg voor Elkaar Breda het Automaatje. Dit is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Eigenlijk is denk ik dat het mooiste, want een automaatje, echt een maatje, dus een levend iemand. Niet een automaat waar je zegt, breng mij naar het ziekenhuis. Dat zegt u één keer, de auto rijdt automatisch naar het ziekenhuis. Zet u af, dan heeft niemand om tegen te praten. U kunt met niemand eens een keer wat delen. En dat kan met automaatje in de auto wel. Dit is bordje 1 voor de organisatie. Of voor een deelnemer. Dit is bordje 2 voor een deelnemer. En geef jou dan voor de vrijwilliger. Nou, die draai je even om, want dan is het voor het plaatje wat makkelijker. Hè? Ja. Automaatje is eigenlijk dat mensen die nu te veel thuis zitten, minder mobiel zijn omdat ze afhankelijk zijn van een ander, dat we groepen vrijwilligers hebben die zeggen, joh, als er bij mij in de buurt iemand wil rijden, dan wil ik dat best voor jou doen, want jij woont bij mij in de buurt, dus dan zorgen we voor elkaar. En dat was eigenlijk iets, ja, ik zag gewoon veel te veel mensen thuis. Domweg omdat ze met een rollator of omdat ze van leeftijd of om een andere reden gewoon zonder hulp van een ander de deur niet uit konden. En automatisch een vrolijke en makkelijke manier om elkaar weer te helpen. Ik had een ritje toevallig met een mevrouw uit Teteringen, waar ik zelf ook woon. En we kenden elkaar niet. En wat je merkt is dat het ritje was kort, maar je hebt eigenlijk zoveel met elkaar te delen. Ik moest een beetje denken aan een programma vroeger op tv over de taxi, waar een taxichauffeur altijd een gesprek aanging met degene die meerijdt, met de persoon die meerijdt. En ja, zo voelde het wel. Echt heel leuk gesprek. En ja, we zitten nu nog steeds te praten, want we waren nog niet klaar na het korte ritje. Soms beseffen we ons niet hoe eenzaam wat oudere mensen zijn. Mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer willen, die een deeltaxi bellen als toch een beetje als een belemmering zien. En we kunnen die mensen zoveel steunen door af en toe eens een ritje met ze te maken. Want het gaat niet alleen om van A naar B te komen. Het heet niet voor niks automaatje. En dat maatje, dat gesprek, even uit die situatie waarin je alleen bent thuis, is zo ontzettend belangrijk. Ja, ik vind dat super fantastisch. Ik ben in mijn studententijd ben ik taxichauffeur geweest, als bijbaantje. En ik vond het altijd heel erg gezellig om gewoon lekker te kletsen met elkaar. En de oudere mensen hebben zoveel mooie verhalen te vertellen. Dus nee, ik word er alleen maar enthousiast van. Dus ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen, word vrijwilliger. 1 uurtje in de maand, 2 uurtjes in de maand. Nou, iedereen kan dat wel missen om gewoon iemand die dat nodig heeft even van A naar B te brengen. Breda Nu. Je weet het meteen.